PL-parlementariër Ingrid Kartabink zegt dat productie een van de hoogste prioriteiten moet zijn van de nieuwe regering. De productie zal heel belangrijk zijn bij de wederopbouw van het land. Kartabink sluit niet uit dat er weer geld geleend zal moeten worden, maar dat zal op een verantwoordelijke wijze moeten plaatsvinden. Ze wijst erop dat de ontwikkelingshulp die Nederland bereid is te geven aan Suriname niet verspild mag worden. Hiermee moet de productiesector gestimuleerd worden. Want door productie ga je exporteren. Je gaat niet alleen kijken voor lokaal, maar je gaat ook kijken naar buiten. Want daardoor, als je naar buiten brengt, je product naar buiten brengt, krijg je valuta binnen. Dus, en je creëert werkgelegenheid. We moeten ook afstappen eens dat wij pakketten delivery service zijn. We moeten ook afstappen dat wij de burger moeten leren, mogia uku. En dan moet je gaan leren hengelen. Dus, maar het gaat niet 1, 2, 3, maar we moeten naartoe gaan werken. Dat elke burger een zelfstandige burger moet worden. Je moet niet afhankelijk zijn van me wacht die pakket, dan pas me kan jang. Nee, wij als regering gaan ervoor zorgen dat de munteenheid waardevast moet zijn. Dat na eerste sansa moet staan. Maar hoe ga je dat doen? Hoe ga je de economie moet stabiel zijn. Als je een slechte economie hebt, ga je deze vier koersen kennen. Als we hoe het nu kennen. Money no day. En hoe ga je geld maken? Je gaat bedrijven opzetten, producties opzetten. Er moet geproduceerd worden. We moeten exporteren. We moeten werkgelegenheid creëren. En zo kunnen we stapsvoets zeker weer omhoog gaan. Ingrid Kartabink gelooft dat de nieuwe regering de stabilisatie terug zal brengen en het geld zal gebruiken voor goede doeleinden. Ze zeggen dat de nieuwe regering binnen 6 maanden tot een jaar de nieuwe richting zal aangeven. Als ik naar meneer Santokki heb geluisterd, dat hij nu al, zodra hij de president, want we gaan ervan uit dat hij de president wordt van het land, dat hij die breakdown maakt. Waar zitten we? Hoeveel schulden hebben we? En ik denk dat hij ongeveer een jaar nodig heeft. Om precies dat startpunt te nemen waar we naartoe gaan. Okay. Misschien tussen zes en een jaar, denk ik. En 6 maanden en een jaar. Ja. Okay. Dus van zes tot een jaar kunnen we verwachten dat hij die hele breakdown heeft. En dan het vertrekpunt kan maken. Okay. Dus mensen moeten de regering nu al beginnen af te rekenen. Aan de Tamara, op koers, op dit 2080. Dit gaat niet zo. Een economie is helemaal kapot geslagen. En we gaan moeten klimmen om te gaan waar elk een dollar, laten we zeggen nu is het bijna 20 of 15, dat we gaan naar een 7 of naar een 6. Okay. We gaan stapsvoets de richting op. Ingrid Kartabink, assembleelid van de PL. Ze sprak in het programma ATV Verkiezingsupdate.